Hallo allemaal, mijn naam is Merel Smulders en we staan hier nu bij de ingang van het Vreemd Festival. Dit is nu het tweede jaar alweer dat het Vreemd Festival bij de Wereldbeker Papendal wordt georganiseerd. En ik ga jullie even meenemen en een rondleiding geven. Zo simpel is het. Nou, hier zal al de muziek plaatsvinden bij het podium, maar aan het eind van de dag zal je ook altijd de prijsuitreiking zijn. Dus ga nooit meteen weg. Het is altijd nog een leuke afsluiting. Tattoo your name right here on my chest. Het is nu alweer vrijdag, de eerste dag van, ja, eigenlijk officieel wel weer het weekend. Het is vandaag de trainingsdag, dus de intree is vandaag nog gratis om te komen kijken. Vanaf morgen begint het dan, lange dagen, en daarvoor heb je natuurlijk eten nodig. Heel veel eten. Jou is er nog niet van eten. Dan kan je hier altijd halen bij de foodtrucks. Je hebt fruit, tosties, crepes, ijs? Oh, ijs. Worstbroodjes en natuurlijk lekkere patat. We staan nu bovenin in de VIP-tent. Met natuurlijk het mooiste en beste uitzicht over de baan. We hebben verder ook nog de staantribunes. En hiernaast hebben we de normale zittribunes. Ook goed uitzicht natuurlijk, maar dit is natuurlijk wel het beste. Het beste van het best. We staan nu midden op de BMX maar waar het dit weekend allemaal gaat gebeuren. Ze zijn nu bezig met de vrouwentraining. Hier zijn ze nu net begonnen op de startheuvel. Dus ik ga daar ook even snel een kijkje nemen. We zijn hier nu met twee hele grote sterke jongens. Niek Kimman, Dave van den Burg. Jongens, hoe voelen jullie? Goed, en jij? Lekker weer, gaat niet beter. Iedereen zegt lekker weer. Ja, maar dat is hier best wel spannend. Ik wou het zeggen. Dus daar zijn we als hier best wel blij mee. Ja, wauw. Hebben jullie zin in het weekend? Wat is jullie doel voor het weekend? Waar ga je het meest op letten? Ik ga op Dave letten. En ik ga op Niek letten. En als druk is op de tribune, is het ook mooi voor ons. Want dan hebben we meer mensen die juichen. Zeker. Mooie bril trouwens. Schet. Jij bent denk ik de 20ste die daar op merkt. We zijn nu in de team area. Hier zijn alle teams met alle landen. Dus allemaal tenten staan. We staan nu bij Team TV Oegema. Dat is mijn eigen team. Natuurlijk even een kijk nemen in de tent. Hier zit iedereen. En even iets eten, drinken, klaarmaken, warming up. Warming up, heel belangrijk. En even naar mijn lieve vader, Frank Smulders, onze mechanic. Niet zo zuur kijken, goed zo inderdaad. Lekker hallo. Bezig. Wat ga jij dit weekend doen, papa? Zorgen voor een gezellig en een sportief goed weekend. Goed bezig, daar moeten we. En die organiseren. Kijk, lachen, weer lachen. En hun dus, organiseren hun ja. Veel dingen hier. Vertel het eens, wat doen jullie allemaal? Nou, we hebben alles onder controle. Helemaal klaar voor de wedstrijd. Klaar voor. En genieten vandaag. Mooi weer. Inderdaad, kijk, daar is het ding van hoor inderdaad. Mooi. Hoi, I'm Mr. Scottman. En ik heb lekker geslapen. Goed bezig hoor. Ja, bedankt. Ben je er dan ook klaar voor? Ben je er weer zin in met die wedstrijd? Ik denk dat ik al ongeveer een half jaar zin heb in deze wedstrijd. Eindelijk is het. Het is mooi weer, de lucht is blauw, de zon schijnt, ik heb er echt super veel zin in. En het is inderdaad al heel erg de moeite waard om even te stellen. Het wordt prachtig weer dit weekend, prachtig. En er zijn nog steeds kaartjes vrij. We staan nu bovenop de startheuvel met onze Laura Smulders. Hallo. Winnaar van allebei de Wereldbekers tot nu toe in Parijs. Heb je er zin in dit weekend? Tuurlijk. Ja. Mooie baan, mooi evenement, prachtig weer. Laten we even eerlijk zijn. Kijk die blauwe lucht. Top hè? We're standing here right now with the one and only Sarah Walker from New Zealand. Hello. How are you doing? Good. Good. Yeah. Having fun. That's what it's all about, eh? Yeah, absolutely. We moeten gewoon, wat vooral belangrijk is, jongens, knallen. Dit weekend is ook genieten. En voor goud gaan. Tuurlijk.